Goedenavond en welkom bij de Sport op TV Oost. Heel Boekelo is al de hele week in de ban van de military. De 45e editie alweer dit jaar. Op maar liefst 55 hectare grond. Van de military hier in Boekelo is natuurlijk de cross, maar het evenement start met een ander onderdeel, de dressuur. De eerste dagen in Boekelo staan traditiegetrouw in het teken van de dressuur. 85 combinaties verdeeld over 2 dagen. En dit is een van de blikvangers, die donderdag al vroeg in actie kwam. Meervoudig Nederlands kampioen Tim Lips op de rug van Brandt. Het is geen goede proef voor Lips, die het normaliter ook niet van dit onderdeel moet hebben. Maar de dressuurproef van donderdag valt vies tegen. Hij staat na de eerste dag slechts 42e. Op de vrijdag weet hij zich enigszins te revancheren op de rug van Van Carlos. Maar met dit paard, Brandt, weet hij dus niet te imponeren al vroeg tijdens de 45e editie van de military. Niet zo goed. Brandt vindt dressuur zo, ja, dat gaat met zijn up en down. En hij was zo gespannen vandaag dat voor mijn gevoel sloeg het nergens op. Speaker Bert de Ruiter ziet dan dat Jonel Price uit Nieuw-Zeeland de beste proef aflegt op donderdag. Een uitvoering die niet te evenaren valt. Ook niet door Bettina Hoy. De tweevoudig winnaar van Boekelo uit Duitsland staat voorlopig wel tweede in het klassement en lijkt opnieuw een kans hebben voor de eindzegen. Amazone, tweevoudig winnares van de military Boekelo Enschede, de Duitse Amazone Bettina Hoy. Zag u aan het werk met Senior Medicut. Price en Hoy worden achtervolgd door Pippa Vanel uit Groot-Brittannië. Zij staat na 2 dagen dressuur derde. En dit is de leider in de strijd om de nationale titel. Regerend kampioene Alize Naber-Lozeman. Zij begint als 25e in de tussenstand aan de cross op de rug van Peter Parker. Hij was al niet tevreden, Tim Lips, en hij kreeg nog meer pech te verduren. Want vanwege ziekte kon hij ook niet meedoen aan de cross. En dat is een teleurstelling voor alle bezoekers hier. Maar gelukkig kunnen die bezoekers wel genieten van heel veel andere dingen. En daarom ging collega Esther Rikke even de sfeer proeven. Iets nodig voor de military? Altijd. Is toch leuk hier? Maar u ziet er al zo mooi uit. Zo valt u op en met dit valt u niet op. Nee, dat is waar. Maar ja, ik mag ook altijd graag opvallen. Dat is zo. Heeft u al een paard gezien? Ja, zeker. We hebben het hele parcours al gelopen. Dus dit mag? Dit mag, hè, toch? Ja. Hoeveel mag ze besteden, meneer, vandaag? Ja, dat kan me niet zoveel schelen als het geld maar opgaat. Ja. Weet je, dan doe ik ook even een rondje mee. Wat een leuke man heb u, zeg. Ja, veel plezier nog. Dankjewel. Ja. Mijn kinderen doen dat ook altijd. Als ze dan nieuwe schoenen hebben, zeggen ze, mam, mag ik ze meteen aan? Moet gelijk, ja. Ik heb echt een tik van vroeger. Mijn moeder zei altijd van, ja, nee, moet met kerst, of met paas, of met weekend. En nu is het echt van, nou ja, alles wat ik koop moet, dat is gelijk aan. Maar mag ik die oude eens zien? Want volgens mij konden die ook nog wel, hoor. Want die zool is nog helemaal, oh nee, dat zijn geen echte. Nee. Gewoon, ja, rubber. Ja, precies. Dus ik dacht van, dat past niet meer bij het geheel. Dus laten we nou maar gewoon wat anders doen. Staat u hier nu wasmachines te verkopen of te wachten op uw vrouw? Nou, ik wil zo gewassen worden. Oh, je wilde in? Ja. Is dat nou niet nodig? Nou. Hij moet alleen gestreken worden. Maar bent u standhouder of nee, bezoeker? Hoor, nee, we zijn bezoekers. Maar wat is er gebeurd met uw laarzen? Er zijn geen laarzen. Nee, dat bedoel ik. Nee.
Nee. Meneer Schulte, hoe gaat het? Het gaat goed. Je hebt de keten weer mooi vol. Altijd vol, hè? Leuke mensen, fijne mensen. Ja, mooi weer. Het is prachtig weer en mooie omgeving en leuke mensen ontmoeten. Dus het is echt helemaal een mooie dag. Dan is het nu tijd voor de hoofdmaaltijd van de Military hier in Boekelo. De cross, die was gisteren. En u krijgt het commentaar van Paul Schabink en Dirk Stuip. 28 hindernissen waar we de combinaties zullen verwelkomen en langs zien komen. Het zijn er 83 in getal. Janelle Price is de leidende Amazone naar de dressuur. En dit is Kethel Daniels, die daar dus voorrijdt. En dit doet dat goed hoor. Dit ziet er snel uit. Kijk nog eens op de klok. Het zou maar zo eens kunnen dat deze succes van het EK Young Riders ook hoog in de punten gaat rijden. En misschien wel in de buurt gaat komen van de optimale tijd hier. En dat zou prachtig zijn. Janelle Price aan kop naar de dressuur op Cloud Dancer. Prachtig. En gaat goed, ja. Tim Lips dus al eerder afgezegd wegens koorts. En zal dus niet aan de start verschijnen. En zo dus al de nodige moeilijkheden voor de Nederlandse ploeg. Kijk hier, de Ier. Laatste hindernis. Geef nog eens gas. Kijk op zijn klok. Die zal in de buurt komen van die tijd, hoor. Dan ben ik benieuwd. Kijk eens, neemt de leiding over. 48,3 komt hij op uit. En dat betekent dat hij binnen de tijd gereden zal hebben. Want hij stond op 48,3 na de dressuur. Kijk eens, 10.23 de tijd staat op mijn scherm. Dat is een prachtige tijd. De Ear Kettle Daniels dus. De eerste die binnen de optimale tijd, zoals dat genoemd wordt, blijft. Over de 28 hindernissen in totaal tijdens deze Military van Boekelo, de 45e editie. Maar dan is het de grote vraag hoe Janelle Price dat gaat doen, hier bij die Rabobank-combinatie. Ja, tweede water voor haar. Goed. Goed daar de water insprong. Dan ben ik benieuwd, gaat zij voor dat smalletje? Kiest zij voor de ideale lijn en gaat ze voor de tijd of rijdt ze er langs? Nee, ze rijdt er langs. Dus ik denk dat zij niet de optimale tijd zal gaan halen. En dan is de vraag, gaat zij tijdfouten oplopen en zo ja, hoeveel dan? Dan is dit de volgende in de cross, Astier-Nicolas de Fransman. Ja. Op Spes Attidor. Veel problemen kent. Ja. Komt niet goed uit. Kan dus die sprong niet maken. Nee, we zien toch een aantal paarden die eigenlijk heel brutaal de eerste waterinsprong maken. Dus de eerste keer over die haag komen. En dan gaan ze ook in het tweede keer als het waterinsprong eigenlijk te ver vooruit. En hebben dan geen goede afstand naar die wateropsprong, naar die uitsprong. En daar komen dan de problemen van. En dat was hier bij deze Astier-Nicolas heel duidelijk te zien. En hier weer het prepareren van de hindernis. Ja. Zeker ook na die moeilijkheden die Astier-Nicolas hier kende. En dus moet alles weer geëgaliseerd worden. Ja, inderdaad. En dan Janelle Price natuurlijk aan de leiding naar de dressuur met die prachtige score. En gaat zij ook in staat zijn om de tijd te halen? Kijk hier, de tijd. Ze is binnen. 48,9 wordt de tijd van Janelle Price. Excuus, de nieuwe strafpunten totaal. En dat betekent dat ze toch een kleine 15 strafpunten toevoegt door middel van de tijdsoverschrijding. En dat is dus niet de snelste tijd die ervoor zorgt dat ze de leiding in de tussenstand behoudt. En hier Astier-Nicolas. Ja, mooi, deze man heeft ook een KWPN'er. De Nederlands gefokt paard onder het zadel. Niet deze Spes Attidor, maar de KWPN'er heeft de mooie naam Dirk, waarmee hij ook succesvol is. Dat is toch mooi, hè? Vernoemd naar jou. Vernoemd naar mij natuurlijk. Dat kon niet missen. Ja, je zou maar hebben. Een echte stuip onder de achterste. Met 53.
Jesse Campbell, de Nieuw-Zeelander met Capacino. En hij heeft een voorkeur voor paarden met een rare paardennaam. Want hij heeft ook een paard dat heet Jamaica, maar dan met twee keer een J aan de voorkant. Dus Jamaica, zullen we maar zeggen. Hier dus Capacino met een twee keer een A en een K aan het begin. U zag Astier Nicola ook binnenkomen. Tijdsoverschrijding van ongeveer een halve minuut, maar ook een weigering op een hindernis. Met dus nogal wat strafpunten voor hem. Hier de nummer 60. Christopher Burton. Op Monarchs Exclusive. Christopher Burton dus, de Australiër. Ja. En die heeft met 41,3 bij een goede cross uitstekende kansen op een topklassering. Was vijfde na die dressuur. Is er een verschil tussen een ruiter of een Amazone? Mannelijke of vrouwelijke berijder van een paard voor wat betreft deze tak van sport? Nee, helemaal geen enkele. Een van de dingen waar de paardsport zich denk ik ook op kan laten voorstaan, dat mannen en vrouwen volledig hetzelfde worden beoordeeld. En ook duidelijk volledig gelijkwaardig de strijd met elkaar kunnen aangaan. Zowel mannen als vrouwen, als ook op paardenniveau. Hengsten of merries is eigenlijk geen onderwerp van discussie. Alles kan tegen elkaar strijden, met elkaar strijden. Dat is volledig open. En nu zien we dit hier, Alice Naberloosman, in het blauw. Herkenbaar, Axie Peter Parker. Hij kan zo hard lopen, zegt ze altijd. Ze is bijzonder zuinig op hem. Dit is de finish van Jesse Campbell, de Nieuw-Zeelander, op Capacino. En die was snel. Die was heel snel. Ja, en als ik het goed zie, zelfs met als gevolg... dat hij de nieuwe leider is. Dat, inderdaad, hij is de nieuwe leider in de wedstrijd. Deze Jesse Campbell. Ja, en de score die hij daarbij heeft is 43,5. En dan krijgen we ongetwijfeld nu hier Alice Naberloosman in beeld op het water. Met Peter Parker. Hier die combinatie. Waar veel moeilijkheden waren, dit is goed. Maar geen probleem voor Alice. Uitstekend. En hoor eens even dat applaus van de Nederlanders voor de Nederlandse Amazone. Niet voor niets. Prachtige passage. Kijkt u nog eens een keer daar. Peter Parker, de oortjes er mooi op. En u ziet het. Ze houdt de controle. Hoeft niet te trekken. Mooi het neusje eruit. Braaf ingesprongen. Handen breed om de teugels constant te kunnen houden. En daardoor prachtige passage opnieuw. Alice Naberloosman voor Nederland onderweg. Ongetwijfeld bijzonder gebrand om het opnieuw te doen voor de Nederlandse titel. Met Axie Peter Parker. Hier dus nog Christopher Burton. Die hier ook met de fluit wordt aangekondigd. In de richting van... het water bij de Rabobank hindernis. De Rabo Vijver, zoals dat zo mooi heet. De alternatieve route kiest hij toch. Maar het hoeft niet per definitie te leiden tot veel tijdverlies. Hier Alice Naber. Ziet er nog steeds uitstekend uit. Ziet er uitstekend uit. Paard was natuurlijk in topconditie voor het Europees kampioenschap. Had daar eigenlijk een pechfout op een hindernis die normaal gesproken geen enkel probleem opleverde. Had al zeer veel moeilijke combinaties probleemloos overwonnen. Ja, en struikelde bijna, zou je kunnen zeggen, over een minder moeilijke hindernis. Dus ja, paard zat volledig scherp in de training. En we hebben zo goed gezien dat de conditie van de Nederlandse paarden op het Europees kampioenschap een bijzonder grote factor speelde. Een zeer mooi resultaat daar. En je ziet de glimlach bij Alice. En hier nog Christopher Burton, die richting de finish gaat, zo langzamerhand. Ja. Burto voor de intimie. Hier bij het erop en eraf. 9.39 de tijd, dus hij zit er kort bij hoor. Ja, dat is goed. Doe er een minuutje bij, hebben we eerder al geconstateerd. En dan... zou die 10 seconden te langzaam zijn, maar het ziet er wel ontspannen uit. Deze Alice Naber in de richting van die lange zaalcombinatie, want dan hebben we toch echt een eikpunt. Ja. Ietsje achter op de klok. Ja. Nu lange zaal, we doen er vanaf nu een minuutje bij.
Dat leek even een kleine hapering, maar niks, geen problemen voor Alice. Ja, dit ziet er goed uit. 10.30, 10.31, 10.32, kijk eens. Hij neemt de leiding over. 41.3, de score van deze man, van Berto, van Christopher Burton uit Australië met Monarchs Exclusive. Blijft dus binnen de tijd en aan de leiding. Nu dus voor Australië. En daar gaat Alice komen. Kijk eens, daar is ze. Haar tijd is 53.80 uiteindelijk, 20ste plek tot nu toe. Dan kijken we toch ook even naar Heffernan. Ja, en wat zei je, de tijd, de punten van Alice? Exact hetzelfde, allebei op 53.8. Als dat geen thriller wordt morgen. Alice Naberlozeman en Andrew Heffernan, allebei op 53.8. Na dressuur en cross. Mooier kunnen we het niet bedenken. De compensatie voor het wegvallen van die andere Nederlanders is daar. Exact dezelfde score. En dan wordt het heel spannend morgen. Wie gaat het daar beter doen? We kijken nog even naar het resultaat naar de cross. Om het allemaal nog even goed op een rijtje te zetten. Met Christopher Burton aan kop op Monarchs Exclusive. Jesse Campbell op 2 met Capaccino. De misschien wel als favoriet aangemerkte Fransman Nicolas Astier voor morgen. Spes Datidor. Alles is nog mogelijk, Dirk, voor morgen voor wat betreft het springen. En dan kun je je richten op de top 3. Maar zeker ook op het Nederlands kampioenschap. De stand dus na de cross. En dan hebben we nog één onderdeel te gaan. Het afsluitende springen. De verschillen zijn klein en dus kan het klassement zomaar op de kop worden gegooid. Tijdens dat afsluitende onderdeel. Dit is de nummer 4 voor het springen. De Britse Nicola Wilson op Bulana. Goed tempo, nog steeds foutloos. En ook hier gaat het goed. En ook die is goed genomen. En ook hier goed overeen. Dan naar de laatste hindernis. En dan is het gelijk duidelijk dat er druk op zit. Want Wilson is foutloos. Dan de top 3 naar de cross country. Met allereerst de Fransman Nicolas Astier. Op Spes Aditor, die moet dan foutloos blijven. Sowieso, want de verschillen zijn klein. Eén balk en je wint de military van Boekelo niet. Zo simpel is het. Ook dit gaat nog goed. Ook dat. Om die hindernis en dan de volgende pakken. En daar gaat het mis. Dus ook Astier wint niet. Gooit er later nog een balk af en heeft bovendien een tijdstrafje, 10 strafpunten en dan naar de nummer 2 na gisteren. De Nieuw-Zeelander Jesse Campbell op Capaccino. Veel ruiters hadden er moeite mee en ook hij. Want daar is dus al de balk. En nog één. En ook hij zal dus niet de winnaar zijn. Dan naar Australië op Burton. De leider na gisteren. Ook hij weet dat hij het goed moet doen. Want Wilson was foutloos. Christopher Burton op Monarchs Exclusive. Gaat daar dan fout en hier nog een keer. En dan is het voor hem gedaan. En is het duidelijk dat de nummer 4 van gisteren de nummer 1 na vandaag is. De Britse Nicola Wilson op Bulana. Hier is ze. Wint de 45e editie van de military van Boekelo. En links ziet u hier Alice Naberlozeman. Die wordt gehuldigd als de nieuwe Nederlands kampioene. Nou niet de nieuwe, want de titel prolongeert ze. Voor de derde keer op rij Nederlands kampioen. Het was spannend na gisteren met Andrew Heffernan, nu links in beeld. Maar toch weer de Nederlandse titel voor Alice Naberlozeman. Die hier
in de ring van Boekelo wordt gehuldigd. En tot zover de Sport op TV Oost. Vanuit Boekelo wens ik u nog een prettige zondag.